mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. Jawel. En we zijn hier bij de volgende aflevering van Sprookjeskraft. En we gaan de Polka Marina doen. Inderdaad, instappen graag. Johannes heeft ook oneindige VIP-rang gekocht. Hier kan het soms ook druk worden. Ja. Deze attractie heeft ook geen nieuwe treinen gekregen. Dat is wel spijtig. En daar gaat hij. Hier moeten ze ook wel iets mee doen. Dat is puur traincards. Voor elke dag. Hier is niks veranderd. Ja, wat is dit dan, denk ik? Ja, we gaan het niet te lang maken. Monsieur Cannibal. Monsieur Cannibal. Oh. Ja, waar staat dat, jongen? Ja, dat ziet er precies ook uit. Alsof die treinen nog niet vernieuwd zijn. En waar is die beginning? Dat die, ja, kot hier, ja. Ja, ja, ja. Jawel. Oh ja, yeah, toch. Ik zie er iets door de bomen. Het ziet er mooi uit, jongen. Realistisch, ik dacht even dat het gewoon een minecart waren, maar hier hebben ze toch iets mee gedaan. Perfecto. Mooi, hè? Allee, instap. Stap in. Oké. Okay. Oh, de muziek. Ziet er goed uit, jongen. Ziet er mooi uit. Dit is zo speciaal. Normaal zijn dat gewoon theekopjes. En Efteling heeft er toch zelf een iets aan gegeven. Monsieur Cannibal. Gaan we ook nog Villa Volta doen? Die zijn onderhoud. Ah, jammer. Monsieur Cannibal. Oké, dat was hem. Dan mensen, ik ga droomvlucht doen. Maar die is open. Ja, maar die is open, dus die moeten niet open doen. Nou ja, dan kunnen we samen nog eens inzetten. Gaan we hier dan nog een doen? Of wie is het de laatste? We zullen zien, hè. Oh, cool! Ja, ze die vliegen, die hangen er gondels zo. Oké. Okay. Check die sterkjes. Nice.
Zeg, ik wil nog mooie dingen zien, hè, zeg. Ja, dit is. Hey, we draaien rond. De elfenwereld. Ik kan oorzakelen van VIP naar gewone rang. Dat is vreemd. Ik wil weten of je nog van in de hotel kaartjes kunt kopen. Dan kunnen we nog eens bechecken. Checken we de tratie ook. Dat wil ik echt eens zien, ja. Is wel mooi gedaan met die elfen. Ja. Zo'n mini, dat kunnen we ook maken. Zeg. Maar hoe moet je dan altijd bewegen? Dat is een ander verhaal. Ook deze attractie. In dicht is het niet echt mijn ding, maar ik vind het wel een mooi ding. Wel die hangende gondels, dat was een mooi idee. Oh, dat is wel mooi, deze. De sterrentunnel. Zijn we er al of wat? Oh nee, dat al. Sterren, jongen. Jezus, echt mooi man in die zwarte kamer. Oh ja, oh jong. Oh shit, dit is mooi. De kastelen zijn ook zelf gemaakt. Ik denk dat we nu zo naar beneden gaan. Maar ik heb die nog niet vaak gedaan in het echt. Ja, ook niet. Ja, we gaan naar beneden. Ja, ik zou die wel... Iedere dag, elke keer doen als ik naar de Efteling ga, maar... Oh ja, die lianen. Maar het moet wel te doen zijn. Als er te lange wachtrij is, dan doe ik hem niet. Die lianen zijn wel mooi gedaan. Zeker wel. Veel mensen zeggen zo van, je gaat echt fucking hard naar beneden. Ik ga dat al niet op. Serieus. Ik ga zien wat ik in de chat heb geschreven, nee. Nee. Oh ja, echt zo'n flitseffect. Ik heb een chat voor de medewerkers. Het is wel nice gedaan met die foto's. Als je voorbij die camera passeert, dan zie je echt zo'n flitseffect. Maar we zijn op het einde, mensen. Inderdaad. Ik denk dat we het gaan laten voor deze video. En voor de volgende video gaan we de stoomtrein doen. En wat schiet er nog over? Nou, alles wat er nog over schiet misschien. Ja, spookslot is er nog. En hoe zit het met symbolica? Ja,
Symbolica heeft nog geen warp, dus ik ga eens kijken bij Symbolica. Ik kan er naartoe gaan. Ja, ik kan wel, ik kan wel naar het kasteel toe. Ah ja. Pardoes. Daar ben ik ook alleen geweest. Daar heb het. Kijk, hij is al open geweest. Nee. Degene die deed altijd raar. Maar ik heb toch al... Ik heb wel eens een keer video's gezien van Symbolica. Dus ik weet nu, is hij open of nog niet? Voor tijd dat Aquaruna. Aquanura. Die water zo. Ja, Aquanura. Ja, onderhoud. Symbolica onderhoud, dat staat daar. Ja, maar het wel gewerkt. Kijk, wat gaan we in de volgende aflevering doen? Ja, de zeven douanen. Stoomtrein gaan we doen. Stoomcarousel. Ja. Kunnen die nog doen? Ja, we gaan stoppen nu. Ja. Dus... En we zullen zien bij de volgende aflevering. Ciao. Bye.